ik ben Shaya. Ik ben Valerie. Hier zijn we. En wij maken een filmpje over waarom je Latijn en Grieks moet kiezen. Waarom hebben jullie voor het gymnasium gekozen? Ik heb twee keer gehoord dat ik het gymnasium ga doen en ik had de mogelijkheid, dus daarom zou ik het dan doen. Ik heb voor het gymnasium gekozen omdat ik het heel leuk vind eigenlijk. Toen ik het voor de kansregistrie en toen kwam ik ook terug in andere talen. En ook voor elke gymnasium, dat vind ik ook superleuk, dus daar doe ik een beetje voor. Waarom zouden nieuwe leerlingen voor gymnasium moeten kiezen? Nou, je gaat de talen beter begrijpen, het helpt je daar echt heel erg mee. En je gaat andere dingen van je dagelijks leven ook veel beter begrijpen en sneller snappen. Het is een uitdaging, waardoor je heel veel, je gaat ook heel veel nieuwe vakken die op de middelbare school gaat en leren, ga je begrijpen. En je weet dingen ook sneller dan wel. We gaan nu wat stellingen beantwoorden van eens en oneens vragen. Latijn en Grieks zijn leuke vakken. Ik ben het eens, omdat ik zelf ook gewoon beter in ben en ik het relatief leuker dan bijvoorbeeld. Ook bij andere vakken heb je iets wat je bij Latijn en Grieks hebt geleerd. Eens, want zoals ik net al zei, je kan veel beter leren doordat wij Latijn en Grieks ook hebben geleerd. En je begrijpt dingen veel sneller. Alleen leertjes zitten op het gymnasium. Wij zijn het oneens. Natuurlijk leer je wel iets meer dan iemand van het ateneum. Maar je hebt natuurlijk gewoon nog een vrij leven en alles. En uiteindelijk is het alleen maar in jouw voordeel wat je gymnasium. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat jullie door deze video iets wat jullie hebben om naar het gymnasium te gaan op onze school. En we hopen jullie dus zeker volgend jaar op onze school zien. Doei!